Goedemiddag allemaal. Ik wilde wel, voordat ik iets ging doen, eventjes uitleggen waarom ik dit doe. En, jullie hebben het vast al gezien, want toen ik binnenstapte, toen was Brigitte ook bezig met haar hond. En als je zo bezig kunt zijn met dieren zoals zij dat is, dan raak je daar enorm door aangestoken. En ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik rijd tegenwoordig, als ik rijd, voor de lol. En thuis ook wel een beetje voor de kost natuurlijk. Maar het is ontzettend leuk om te zien hoe Brigitte positief bezig is met het africhtingssysteem. En ik denk dat paardenmensen heel veel kunnen leren van de wijze waarop je met honden traint. En ik denk dat zij het systeem van actie, druk, reactie en beloning ook zeer intensief toepassen. Maar ook het belonen is in hun, en het positief conditioneren is in hun vak een heel belangrijk ding. Ja, en daarom doe je dit natuurlijk. En als je er dan met een paard omheen mag rijden, dan is dat natuurlijk ontzettend leuk om te zien. En dan hoop ik dat mijn paard dat ook gaat doen. Zo leuk. Oeh, hij denkt dat hij springen moet. Maar voordat we gaan starten, zal ik heel eventjes mijn paard aan u voorstellen. Want ik zit op Uno. En Hunter Douglas Uno is dus een... zitten paardenmensen onder of alleen maar hondenmensen? Want dan kun je dus zien wie de vader is of niet. Nee? Yes. Het is dus een kind van het jaar. Hij is 9 jaar, is nog niet zo lang bij ons. Heeft niet zo heel veel wedstrijdervaring. En we hopen hem netjes af te richten. Op nu richting lichte toer. En later natuurlijk ook het allerzwaarste werk. Oh, manneke. Maar goed, ik denk dat ik genoeg gepraat heb. Brigitte, jouw hond wil altijd. Met paarden is dat iets makkelijk moeilijker. Soms, hè, als ze wat kijkerig zijn, die hond die volgt haar blindelings. Dat zou ik met een paard ook wel willen eigenlijk. Maar goed, we zullen gaan beginnen en ik hoop dat u ervan kunt genieten. Thank you.
Koopmans, Brigitte van Gestel en haar Zuzel. En Tineke vind ik zo heerlijk van dat rijden. Naast coachje, bestrijden, ons man zijn, oma zijn, af en toe zelf op de paard rijden.